Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire ICT-onderzoekscommissie. En ik heet van harte welkom de heer Korvers, mede namens mijn collega's Van Meenen, Ulenbelt, Bruinslot en Fokker. Meneer Korvers, wij willen weten hoe projecten bij de overheid, ICT-projecten, beter kunnen. En onze hoofdtaak is ook om te kunnen adviseren daarover. En dan moeten we ook weten wat er misgaat. En daar gaan we met u over praten. Is er een rode draad? Is er een gemeenschappelijke noemer in al die projecten? Daar zijn we naar op zoek, zoals gezegd, met de bedoeling om tot aanbevelingen te komen. Ik stel het zeer op prijs dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. Het helpt ons zeer als u openhartig en liefst zonder allerlei ICT en Engels jargon antwoord geeft. Maar moeten we ook eerst iets van u weten. Vertelt u eens, wat doet u in het dagelijks leven? Directeur-eigenaar van een adviesbureau voor aanbestedingsdiensten. Op gebied van aanbesteding, specifiek op gebied van innovatie en ICT. Kunt u iets harder praten? Zeker. Dat doen we niet alleen voor Nederland, maar dat doen we ook voor buitenlandse organisaties. Waar komt die fascinatie voor specifiek dat aanbesteden vandaan? U heeft 20 jaar geleden een vereniging daarvoor opgericht en een tijdschrift gestart. Wat is dat? Ja, fascinatie. Misschien al terug naar de studietijd, hè? Universiteit van Leiden. Afgestudeerd op het gebied van ICT-rechten. En daar mijn eerste baan kreeg ik direct in het bedrijfsleven. Althans, mijn eerste baan was voor de overheid. Dat was toenmalige dienstinformatieverwerking van Rijkswaterstaat. Die zijn in januari 90 geprivatiseerd. En die heette toen ISIM, Informatiecentrum voor Infrastructuur en Milieu BV. En het fascinerende was dat het eigenlijk een soort, ik noem het eens zo, halve PPP-constructie was. Daar zaten aandeelhouders in vanuit het bedrijfsleven, private, maar ook vanuit de overheidscommissaris bij. En het fascinerende was dat toen de overheid zei van, wij moeten eigenlijk ICT op afstand zetten. En dus we hadden een eigen ICT-club die op afstand werd gezet. En uiteindelijk bleek dat op afstand toch niet helemaal te zijn, want Rijkswaterstaat heeft nu, als ik het goed heb begrepen, een nieuwe ICT-club die ongeveer 4 keer zo groot is als die toenmalige club. Maar ja, dat geeft aan hoe volatiel de ontwikkelingen zijn. En is het alle soorten aanbestedingen waar u die fascinatie heeft, of is het specifiek ICT? Nou, specifiek innovatie ICT. We doen natuurlijk ook andere zaken rondom leveringen en diensten. Maar wij worden met name gevraagd daar waar het technologisch complex is of politiek complex is of combinatie van factoren. En u heeft zelf een bedrijf. U heeft dus een soort combinatie, zicht op de commerciële kant van die aanbestedingen, zowel de juridische kant. Ja, dat is correct. En wij werken daartoe samen met allerlei organisaties, met name met universiteiten. We hebben een sterke relatie met de Universiteit van Leiden voor het juridische. En we werken bijvoorbeeld heel nauw samen met de vakgroep Economie van de Universiteit van Siena. Nou, de heren Van Meenen en Ulenbelt zullen de hoofdondervragers bij dit blok met u zijn. Maar de rest van de commissie let ook op, dus er kan ook een vraag van anderen tussendoor komen. Meneer Van Meenen. Ja, meneer Korvers, fijn dat we weer met u mogen spreken. U heeft een enorme ervaring in, dat heeft u net al duidelijk gemaakt, in ICT-projecten en met name in aanbesteding en contractmanagement. En kunt u ons eens een beeld geven van de problemen waar u in uw praktijk mee te maken krijgt? En dan met name als het projecten van de overheid betreft. Nou, is eigenlijk een heel, heel divers beeld, hè? Want de overheid is natuurlijk heel divers. Aanbestedende diensten zijn heel divers. We hebben niet alleen over megaprojecten die door de ministeries worden gestart, maar bijvoorbeeld ook trajecten vanuit de lage overheden, maar ook waterschappen in de watersector of in de zorgsector zijn natuurlijk ook heel veel ICT-projecten gaande. En ICT-projecten kenmerken zich eigenlijk al sinds jaar en dag, sinds ik met dit werk bezig ben, door een faalrisico wat betreft de uitvoering op het gebied van tijdigheid, kwaliteit, financiën of een combinatie ervan. Dat betekent niet dat alle projecten natuurlijk fout gaan, maar er zit gewoon een faalrisico in. Hoe dat faalrisico zich uit, dat is op verschillende manieren. Dat kan zijn dat de verwachtingen die AMC in dienst hadden helemaal niet kunnen worden waargemaakt. Dat projecten die gedacht waren een jaar te duren opeens de uitloop hebben van 2 jaar. Dat kan ermee te maken hebben dat de effort die de leverancier dacht te hebben om iets
de inspanning die de leverancier dacht nodig te hebben, voorkomen onderschat is, waardoor die om meer werk vraagt. En je ziet dus een scala aan problemen in de uitvoering. En dat is zowel voor kleine aanbestedingsdiensten als voor grote aanbestedingsdiensten, is voor combinaties, is voor niet-combinaties, dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Nou richten wij ons in het gesprek met u natuurlijk met name op het aanbestedingstraject. Dat is, als het goed is, het meest juridische onderdeel van zulke projecten. Wat komt u daar tegen in die aanbestedingsfase? Wat gaat er mis? Zitten daar oorzaken? Nou ja, zitten daar oorzaken? Het punt is natuurlijk, laten we eerst bij het begin beginnen. Waar we het over hebben is dat ICT-projecten falen. Hè? Althans, dat risico dat lijkt het te zijn en hoe kunnen we daarmee omgaan. ICT-projecten falen ook zonder aanbestedingen. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. ICT-projecten falen natuurlijk ook als een mooie aanbestedingsprocedure is geweest, die rechtmatig is geweest. Als je praat over aanbestedingen en de dingen die daarin fout gaan, dan valt het eigenlijk wel mee. Ik heb nog even de statistieken erop nagekeken van het aantal aankondigingen wat er vorig jaar is gedaan op het gebied van ICT en het aantal procedures die we hebben gehad. Dat is minimaal. Je praat over een paar procent van de aankondigingen die leiden tot een procedure. Dus als je kijkt gewoon naar de database, daarvoor gebruik je TED, dus de Europese database, zie je dat er, ik geloof in 2013, iets van 500-600 aankondigingen zijn geweest. En het aantal procedures is dan 15 tot 18. Dus dat valt aan zich ontzettend mee qua aantallen. Dat is ook een lijn die we zien. Het is wel zo dat de aantallen die we nu zien van het eerste kwartaal van 2014 een wat stijgende lijn lijken te geven. Maar het is eigenlijk nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Dus ja, er is een probleem op het gebied van aanbestedingen en ICT in de uitvoering. Of zich dat direct zonder meer vertaalt met procedures en discussies over rechtmatigheid in de kader van aanbestedingsprocedures, is weer iets anders om dat hard te constateren en hard vast te stellen. Ja. Maar nu weten wij dat er een reden is waarom er weinig geprocedeerd wordt. Dat kan tot gezichtsverlies leiden van beide partijen. En wij hebben begrepen dat er in heel erg veel mediation plaatsvindt en geschikt wordt. Ja. Dat wijst dan is toch het aantal procedures niet de goede maat of het goed gaat met de aanbesteding of niet. In de aanbesteding zelf, als je bedoelt met mediation, is natuurlijk, we hebben sinds kort een commissie van aanbestedingsexperts. Ik weet niet of je daarop bedoelt. Maar dat is over het aanbestedingstraject zelf. Het aanbestedingstraject zelf leent zich niet echt goed voor mediation. De procedure, gegeven de juridische randvoorwaarden, wordt er meer geprocedeerd. In de uitvoering van projecten wordt er wel veel, zit er wel veel in mediation. Dat is wel echt een onderscheid. Dan zie je ook dat er vaak informele vormen aanneemt, hè, omdat de problemen, wat ik zei, die komen vaak voor. En leverancier en de aanbestedingsdiensten willen dat graag toch tot een oplossing brengen. En daar wordt vrijwel altijd wel op een of andere manier naar een oplossing in gezocht. Had er dan naar uw oordeel in de aanbestedingsprocedure, zijn daar dan dingen weggevallen, niet geregeld, waardoor het later tot of procedures of schikkingen of mediation gaat leiden? Als je kijkt naar de vraagmethodiek, hè, want uiteindelijk is een aanbesteding niet meer dan een instrument. Hè? Waar het om gaat is de uitvoering van het ICT-project, hè, waar het om gaat. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je het als een juist instrument ziet en dat je het juist toepast. En de belangrijkste punten waar we tegenaan lopen vanuit de praktijk, is dat de aanbestedende diensten eigenlijk niet goed weten wat ze precies willen hebben. Hè, dus de wat-vraag is altijd heel erg moeilijk om tot uiting te brengen en daar een goede formulering over te krijgen. Die wat-vraag vertaalt zich in de aanbestedingsdocumenten in bijvoorbeeld programma van eisen en wensen, maar die vertaalt zich natuurlijk ook uiteindelijk in de keuze van de leverancier die je moet maken. En het vertaalt zich ook in de keuze van de werkpartij de opdracht daadwerkelijk gaat krijgen. Daarbij valt op dat nog andere zaken altijd moeizaam zijn in de praktijk. Die wat-vraag is heel moeilijk om dat vast te stellen. Dat is gewoon een gegeven.
Maar als je de wat-vraag hebt, moet je ook weten binnen welke context je de wat-vraag wil uitgevoerd hebben. Als jij een ontwikkeling van programmatuur wil hebben voor een bepaalde doelstelling, moet je natuurlijk weten wat die doelstelling is. En die doelstelling heeft te maken met de taken die je uitvoert als publiekrechtelijke organisatie. En dat is één, maar je moet natuurlijk ook weten van binnen welke business case die software zich dan, of software dan moet worden ontwikkeld, hoe je dat moet vormgeven. Wat wij in de praktijk zien is dat met name op het gebied van de business case, je komt 1000 modellen tegen van partijen die geen business case hebben tot partijen die wel een business case hebben, maar dat wordt ergens anders over gedacht door AMC en de diensten. Dus een combinatie van de wat-vraag met de, wat ik zeg, de business case of het ontbreken daarvan, maakt vaak dat je weer te maken hebt met een faalfactor voor de uitvoering van het traject. En vaak ook kan dat toch gevolgen hebben dat je problemen hebt met je aanbestedingstraject. Ja, ik denk dat we even goed het onderscheid moeten maken tussen de juridische kant. Hè. Ik denk dat de meeste aanbestedingen juridisch wel goed verlopen. Dat bevestigt u eigenlijk, hè, want er zijn op dat punt weinig conflicten. Maar in de aanbesteding zelf zit een potentieel probleem voor de verdere uitvoering. Ja. Voor de kans dat er al dan niet een falend project zal zijn. Ja. En kunt u iets meer ingaan op de manieren waarop je kunt aanbesteden en hoe dat uitwerkt in de kans dat een project ook kan slagen of niet? Laten we bij het begin beginnen. Ik ben als publiekrechtelijke organisatie ben ik ergens voor op de wereld voorgezet. En ik heb een bepaalde strategische doelstelling die ik moet doen. Een waterleidingbedrijf heeft natuurlijk een andere doelstelling dan een ministerie of dan een gemeente. En binnen dat kader hebben ze taken uit te oefenen. En om die taken uit te kunnen oefenen, heb je middelen nodig. Hè? En om die middelen, die heb je in huis. Als je mensen hebt, dan nemen ze dienst of je leent ze in of wat dan ook. En hetzelfde geldt voor ICT. ICT die moet je uiteindelijk verwerven op een of andere manier. Dan moet je aanzien te komen. En die ICT moet je natuurlijk wel goed weten fine te tunen op die doelstellingen die je moet uitoefenen. Nou, daar hebben we vaak al heel veel discussies over. Waarom, wat toe, heb je dit soort ICT-middelen wel of niet nodig? Daar gaat vaak ook heel veel vooroverleg over af. Vooral ook omdat sommige AMC'ende diensten te maken hebben met schuivende panelen. Ja, dus taken die ze bijvoorbeeld in jaar 1 hebben, betekent niet dat ze die nog kunnen hebben in jaar 3 of jaar 5. Daar zul je wel rekening mee moeten houden op een of andere manier in je vertaling van naar je vraagmethodiek en naar je document. Maar goed, heb je dat gedaan, dan ga je vervolgens denken van oké, dan weet ik wat mijn behoeftes zijn, maar weet ik dan wel wat de markt kan. Als je dan gaat, dan moet je dus over nadenken hoe je die informatie tot je krijgt. Dan zijn inmiddels in de praktijk zijn methodes ontwikkeld om dat wel helder te krijgen. Dat heet dan meer zeg maar, door middel van marktconsultatieachtige trajecten of marktdialogen. Dat die AMC in de dienst tegen de markt zegt, en het heeft nog niks te maken met de AMC-procedure. Dat is gewoon vooraf nadenken voordat je überhaupt begint. Dit is mijn doelstelling, dit is wat ik wil, maar ik heb eigenlijk onvoldoende idee wat de markt nu wel of niet kan. Dus die gaat in dialoog met de markt om wat meer voeling te krijgen over wat die marktmogelijkheden of onmogelijkheden daadwerkelijk zijn. Als hij die input heeft gekregen, dan zal hij dat moeten gaan vertalen naar de uiteindelijke documenten waar het uiteindelijk om gaat om iets op de markt te zetten. Dus je bent nog steeds in je analysefase, ben je bezig met je inventarisatie, je bent bezig met je analyse en dan ga je vertaling maken naar de verschillende vraaginstrumenten die je daarvoor hebt. Want als je kunt pas naar een juridisch traject gaan, althans naar behoren, als je weet wat je wil. Gebeurt dat in uw ogen voldoende, die marktconsultatie? Is dat een goed instrument? Gebruikt de overheid dat? Dat gebruiken ze steeds meer. Er zijn steeds meer best practices. Hè? Dat zie je van verschillende organisaties die gebruik maken van dit soort instrumenten als de marktdialoog of de marktconsultatie. En dat is ook heel verstandig. Hè? Omdat juist bij ICT-trajecten, een van de grote problemen die je bij ICT-projecten hebt, is die kennisasymmetrie. De markt weet, de kennisasymmetrie, de markt weet altijd meer dan jij als klant. Dus je moet sowieso je gaan verdiepen in wat de markt kan, hoe de markt in elkaar zit, hoe ketens van leveranciers in elkaar zitten, om dat vervolgens te vertalen.
Want uiteindelijk word je gedwongen door het aanbestedingsrecht om natuurlijk na te denken, als je weet wat je wil, hoe je dat het beste op de markt kan zetten. En dan geeft maar wat zijn dan de gevolgen van die ongelijkheid in kennis? Er wordt ons verteld dat inschrijvers, omdat zij meer kennis hebben, misbruik maken van het ontbreken van kennis bij de overheid als opdrachtgever. En dan bijvoorbeeld lager inschrijven, zeggen dat ze het kunnen, ja. Terwijl later blijkt ze niet kunnen. Dat ze het niet kunnen. Dat is correct. Herkent u dat? Komt u dat tegen? Hoe vaak gebeurt dat? Wat moet je daaraan doen? Dat herken ik. Sterker nog, er zijn afgelopen half jaar zijn er ook 2 procedures over verschenen die juist op dit gebied ingaan. Welke dat zijn heeft dus te maken dat er wat vragen is. Kunt u ons dat vertellen, welke procedures dat zijn geweest? Ja, dat ging één procedure die ging over hogeschool in het noorden van het land. Die had een programma van eisen en wensen opgesteld waar moet voldaan. En de leverancier zei, ja hoor, dat kan ik allemaal. En uit die gevolg dat die aanbesteding had plaatsgevonden in 2008, 2009, weet ik niet meer helemaal uit mijn hoofd. Enfin, contract, dus is de aanbestedingsprocedure, wordt gegund aan een bepaalde partij. En vervolgens ga je in de uitvoering en dan blijkt dat die partij helemaal niet kan nakomen. De hogeschool is toen in het gelijk gesteld. De hogeschool is toen in het gelijk gesteld. En het andere voorbeeld? Sterker nog, die is zelfs zo in het gelijk gesteld dat het handelen van de leverancier als zeer ernstig werd gekwalificeerd. Dus niet alleen gewoon dat sprake van wanprestatie, maar gewoon van een zeer ernstige situatie. Echt gewoon van een ernstige beroepsfout werd gekwalificeerd. En het andere voorbeeld? Een ander voorbeeld is ook recent, dat gaat ook over, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, het gaat eigenlijk over hetzelfde verhaal, dat ook een partij die heeft gezegd van, dit is een programma van eisen en wensen, kun je daaraan voldoen? En die kon dus er ook niet aan voldoen en die werd daar dus in de kader van de uitvoering van de overeenkomst, met de overeenkomst ontbonden. Maar wat betekent dat? Is dan uw advies, de overheid zou vaker moeten procederen? Als ze in de maling worden genomen, op zijn Hollands gezegd? Nee. Procederen ze zo weinig omdat ze zelden in de maling worden genomen? Nee. We hebben nu 2 zaken. Dat betekent niet dat dit gewoon dat je nu kunt concluderen dat er sprake is van structureel gedrag, hè, vanuit de leverancierszijde. Zover zou ik ook niet willen gaan. De zaak die ik het eerste aanhaalde, die, waarbij de rechter constateerde dat er sprake was echt van ernstige beroepsfouten, vind ik toch wel heel bijzonder. Merendeel van de leveranciers ken ik niet in de sfeer dat ze als het ware een partij willens en wetens proberen, onheus te behandelen, laat ik het even zo zeggen. Wat ik wel zie, is dat partijen, ondanks dat ze ja hebben gezegd tegen het programma van eisen en wensen in de uitvoering, daar gewoon problemen mee hebben. Maar misschien heeft dat meer te maken met een overschatting van de eigen mogelijkheden dan met bewust, hè? Iets proberen uit te lokken of wat dan ook. Ja, hoe taxeert u dan dat als jij in zee wil gaan met de overheid en je overschat je eigen mogelijkheden, is dat dan ook niet te kwalificeren als, ja, hoe? Misschien meer overschatting van eigen kwaliteit, misschien meer een sfeer van onkunde, bedoelt u dat? Ik denk dat meer, kijk, waar je mee te maken hebt is dat de aanbestedende dienst, die heeft die watvraag goed geformuleerd. Laten we daar eens van uitgaan. Daar kunnen we ook van alles over zeggen. Maar laten we ervan uitgaan dat hij de watvraag goed heeft geformuleerd. En vertaald in zijn programma van eisen en wensen. Dus hij weet echt precies wat hij wil. Hij heeft een goed contract erbij gedaan. En de markt moet daar goed op reageren. De realiteit is vaak, maar het heeft ook te maken met ons werk, dat wij vaak worden betrokken bij discussies. Dat we hebben te maken met partijen in de uitvoering die zeggen van, ja, ik kan het toch niet helemaal doen. Van die 100 eisen en wensen kunnen het misschien maar aan 90 of 95 voldoen. Is het dan erg? Hè? Nou ja, het bijzondere is natuurlijk vanuit aanbestedingsrechtelijke optiek is dat wel erg. Want als jij in je aanbesteding hebt geformuleerd dat je aan alle eisen en wensen moet voldoen. En als je aan één van de eisen en wensen niet voldoet, dan val je af. Dan is het natuurlijk wel erg, want je benadeelt natuurlijk andere inschrijvers ermee. Hè? Want dat is natuurlijk gewoon de situatie. En komt het nou vaak voor, hè, want ik zit te luisteren naar wat u zegt, dat je goedbedoelende leveranciers hebt die inschrijven en die zeggen,
Of die niet inschrijven, omdat ze zeggen op uw advies bijvoorbeeld, ja, ik voldoe aan 94 van de 100 eisen, dus begin er maar niet aan, want anders kan ik het vergeten. En dat een andere, die niet goedwillend is, zegt, ja hoor, dat kunnen we allemaal, vervolgens ook nog laag in de prijs gaat zitten, handtekening krijgt, vervolgens gaat men aan de slag. En dan komt een heleboel meer werk kijken later, ja. En uiteindelijk is men veel slechter af dan wanneer men met diegene die maar aan 94 van die 100 eisen zou hebben voldaan. Komt u dat vaak tegen, dat systeem? Ja, ik kom het regelmatig tegen. Maar dit heeft nogmaals ook te maken met de aard van onze werkzaamheden. Wij worden natuurlijk vaak gevraagd door AMC en diensten om te helpen bij problemen. Dus ja. Nou, hadden we het net over de voorfase, marktconsultatie. Een beetje voelen wat er kan en wat er niet kan. Komt u ook tegen dat zich dan vervolgens toch weer vertaalt in een veel te strikte aanbesteding, waarbij allerlei specificaties ingebracht worden die eigenlijk de ruimte weer wegnemen? Nou ja, kijk, overspecificeren als je dat bedoelt, dat is natuurlijk een probleem wat altijd heeft bestaan. Als je een aanbesteding goed opzegt, kun je dus tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen leveranciers daar ook op reageren, door middel van noten of inlichtingen of wat dan ook, om te zeggen, ja, dit is gewoon veel te strak of wat dan ook. Wat je in de praktijk ziet is altijd een combinatie tussen, zeg maar, specificaties die zaken wat meer openlaten, dat het meer het innovatievermogen van de leveranciers uitnodigt tot heel strak gespecificeerde onderdelen. En dat is vaak een mix daarvan. Misschien mag ik even een voorbeeld noemen, even een uitstapje pakken van specificaties die gewoon de standaard in de markt ter beschikking zijn. Hè? Alles is eigenlijk al een keer uitgevonden, roep ik, even wat gechargeerd. En als je praat over specificaties, dan kun je voor vrijwel alle dossiers ga je naar standaardisatiecommissies. Hè, als bijvoorbeeld NEN in de stad in Nederland of CEN-Senelec op Europees niveau. Of een telecom ITU geloof ik of wat dan ook. Dan heb je allerlei standaardisatiecommissies waar je standaarden kunt krijgen voor bepaalde onderdelen. En die standaarden die bestaan natuurlijk uit technische specificaties. En vroeger waren die technische specificaties heel technisch omschreven. Technische specificaties, heel gespecificeerd. En tegenwoordig zijn ze meer functioneel omschreven. Hè, laten veel meer ruimte voor innovatieve oplossingen, laat ik het maar zo zeggen. Maar het is altijd vaak een combinatie van gespecificeerd en van heel gedetailleerd tot wat minder gedetailleerd. Maar het risico van te gespecificeerd is dat je bijvoorbeeld dat de markt daar niet aan kan voldoen. Hè, want dat is het risico van te gespecificeerd. En dan zegt de markt bijvoorbeeld ook van ja, sorry, maar dan schrijf ik niet in. Dat kan natuurlijk ook. Goed, nou hebben we eerder al ook in het vorige gesprek geconstateerd dat prijs en tijd een belangrijke rol spelen, maar kwaliteit eigenlijk te weinig. We hebben eerder met u gesproken over het zogenaamde doelmatigheidsbeginsel. Ja. Kunt u eens uitleggen wat dat is en waarom dat in Nederland in uw ogen eigenlijk te weinig gebruikt wordt? Als je als privépersoon iets wil kopen, auto, maar niet uit, computer, dan ga je eerst kijken van wat wil je, maar je begint natuurlijk bij het eerste begin van heb ik überhaupt wat centjes of geld om überhaupt iets aan te schaffen. En als je die aanschaffing gaat doen, dan ga je dat op de meest doelmatige manier doen. Daar is geen discussie over, want anders krijg je thuis in ieder geval discussie. In ieder geval bij ons werkt dat zo. Wat ik wel fascinerend vind, en dat kan ik ook nooit goed uitleggen aan mijn collega's, is dat wanneer het gaat over de Nederlandse situatie op het gebied van aanbestedingswetgeving, er geen wettelijk kader is die tegen aanbestedende diensten richting geeft van, nou ja, als jij geld uitgeeft, moet je dat op deze manier doen. Dit zijn business cases die je kunt gebruiken op deze manier, voor deze soort situaties, en handel daar nou naar. Hè? Want dan weten we dat het wel goed komt en dan ben je goed te monitoren, et cetera. En sterker nog, dan weet de markt ook waar ze aan toe is. Hè? Dan kun je daar op reageren. Het is wel zo dat vanaf 2007, 2008 de ministeries beleid hebben om bijvoorbeeld business cases te maken, maar daar zit geen wettelijk kader achter. Dat is meer een ontwikkeling van, ja, is wel handig om dat te doen. Ik heb begrepen dat de Rekenkamer daar vorig jaar ook nog iets over heeft gezegd. Maar het is natuurlijk wel gek. Hè? En als kunt u een voorbeeld noemen waarbij, als we dat doelmatigheidsbeginsel wel hadden toegepast, dat het dan in projecten die allemaal in discussie zijn, hoe het dan anders was gelopen? Wat kunnen we verwachten als we dat opnemen in de wet? Een voorbeeld. Als jij laten we blijven bij de ontwikkeling van de programmatuur voor een bepaalde doelstelling. En je zegt van, ik wil die programmatuur hebben en die moet op de komende 5 jaar, moet die, of voor mij voor de komende 10 jaar, moet die ergens op draaien.
Ik wil een licentie hebben voor een bepaalde tijd en ik wil beheerskosten bij hebben en dergelijke. Wat ga je daar doen? Dan kun je kijken naar de out-of-pocket kosten die gemoeid zijn. Of de kosten die je moet maken voor die leverancier, voor de aanschaf en de verwerving. De kosten die je moet maken? Voor de verwerving en het beheer en onderhoud van die software. Maar daar zit natuurlijk ook wel iets anders tegenover. Want die software moet bijvoorbeeld op een bepaald platform draaien. Die software moet ook worden gebruikt door de gebruikers. Daar zitten bijvoorbeeld consequenties aan van als die software wordt gebruikt, dat het tot een batenvoordeel leidt, omdat er bijvoorbeeld processen effectief en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Als je nou zo gaat kijken naar een aanbestedingstraject in uitvoering en daar van tevoren kaders stelt van ja, zo zou je het kunnen doen, op deze manier zou je het kunnen doen, en markt, ik ga jou eraan houden dat ik eraan kan gaan, dat ik daar op wil draaien, zeg maar. En ook de markt verantwoordelijk houdt erop in de uitvoering. Dus niet alleen dat je dat in je aanbesteding meegeeft, maar dat je dus dat ook vertaalt in je ICT-uitvoeringstraject. Dus dat je vertaalt naar je contract toe, dat er wordt gemonitord en gestuurd. En dan kun je dus ook tot besparingen komen. Niet alleen tot meerwerkdiscussies, maar ook tot besparingen. He, want als jij weet wat jouw omgeving is waarbij je moet draaien en wat de kosten zijn, kun je ook tegen die leverancier zeggen, ik wil dat je tot besparingen komt in de uitvoering. Maar de aanbesteding heeft toch in zichzelf dat het bedoeld is om doelmatig te zijn? En ja. Nu pleit u om op te een apart criterium op te doen. Het moet doelmatig zijn. Nou ja, maar doelmatig. Wat zou het dan doelmatig betekend hebben voor die projecten die nu mis zijn gelopen? Als we dat al wel hadden gehad. In ieder geval heb je dan een kader wat je meegeeft, het is een soort kader wat je meegeeft aan aanbestedende diensten. Dus op het moment dat ze overheidsgeld uitgeven, belastinggeld uitgeven, dan moeten ze dat op een bepaalde manier doen, moeten aan bepaalde waarborgen voldoen. En ja, dan kun je dat in ieder geval ook gaan toetsen. En wat je nu krijgt is dus een enorme verscheidenheid onder wat, ja, hoe ga je nou een aanbesteding in de markt zetten met wat voor een business case daaronder. En daar zit het probleem. Mevrouw Fokker zat op het puntje van de stoel. Ja, ik ga er wellicht vanuit dat u op dit beginsel komt, omdat u wellicht als jurist ook wel eens rechtsvergelijkend onderzoek heeft gedaan. En misschien komt u dit in andere landen tegen. Dat u zegt van ja, als ik het met andere landen vergelijk, is dit misschien wel echt iets wat in Nederland beter zou moeten. Als we dan ook echt feitelijk, hè, we kijken ook vooruit, we moeten aanbevelingen doen. Zegt u dan op de vraag van ja, de aanbestedingswet zou moeten worden uitgebreid met het doelmatigheidsbeginsel. Is daar eigenlijk het antwoord nou ja? Of nee? Oh, absoluut. En waarom? Wordt dat in andere landen ook op deze manier gedaan en heeft dat een goed effect? Discussies die wij in het buitenland hebben, is dat ze zeggen van als jij de discussies die mijn collega's hebben in het buitenland, die gaan over van als je belastinggeld uitgeeft, dan moet je daar toch een verantwoording voor afleggen. En dan moet je toch kader stellen ook aan aanbestedende diensten, zodat ze daarmee worden geholpen om hun werk gewoon op de juiste manier te doen. En een goede business case en zeg maar doelmatigheidsonderdeel is natuurlijk het eerste waar je aan zou denken. En waarom hebben we dat dan niet geregeld? Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Doen ze een gok? Weet niet. We geven daar geen prioriteit aan. Met als gevolg dat we geld in het water gooien. In ieder geval, er is een keuze gemaakt door de wetgever, laat ik het zo zeggen, om dit aspect niet op te nemen. Dus ik kan alleen maar constateren dat daar geen prioriteit aan wordt gegeven. Maar laatste vraag, gewoon, bent u daar net zo verwonderd over als ik? Ja, daar ben ik heel verwonderd over. Op een slot. Dat inderdaad die verwondering over dat wat u zegt, dat eigenlijk breed in de sector bekend is, dat die doelmatigheidsprincipes bij kunnen dragen aan een beter verloop van het project, dat roept bij mij de vraag op. Hoe staat het dan met de professionaliteit van de aanbestedende diensten bij de overheid? Wat is uw indruk daarvan? Wat je ziet in de afgelopen 10, 20 jaar is dat er enorme ontwikkeling is gemaakt op het gebied van die professionaliteit. Eerste onderzoek van de Rekenkamer was er volgens mij 92, weet ik al niet meer, heel lang geleden, wat al eigenlijk over dit soort onderwerpen ging. We hebben vanuit de wetenschappelijke optiek hebben binnen de vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, in 1994 een rapport uitgebracht over de context en de contouren van, nou ja, van ICT-projecten en wat de gevolgen zijn. En wat je ziet in de afgelopen jaren is dat door schade en schande, hè, want door de ontwikkeling van de praktijk en door de deling van informatie met elkaar,
ontwikkelt zich langzaam maar zeker die professionaliteit. En dat zie je dus ook, nou ja, voorbeeld van de Rekenkamer, misschien moet ik daar dan toch naar kijken. Het onderzoek wat ze hebben gedaan in 2007-2008, een constatering die zij vorig jaar hebben gedaan, dan zie je daar duidelijke ontwikkeling gaan in. U zegt inderdaad, afgelopen 10, 20 jaar zijn er ontwikkelingen geweest waarin de professionaliteit is toegenomen. Maar de vraag is natuurlijk, op welk niveau zit de professionaliteit dan nu? Als je van 0 tot 10 gaat, is dat een kleinere stap dan als er afgelopen 20 jaar van 0 tot 50 is gegaan. Dus de vraag is, hoe ziet de professionaliteit er nu uit van de aanbesteden diensten? Welke verbeteringen kunnen daarin plaatsvinden? Daar waar, ja, je ziet die ontwikkelingsgang van de professionaliteit, is dus een continue ontwikkeling, gaat continu door. Dat vertaalt zich in allerlei ontwikkelingen in de praktijk, die we zien bijvoorbeeld met die marktconsultaties, als een instrument wat is ontwikkeld om beter grip te krijgen van wat je nu kan en wat de markt wel of niet kan. Je ziet dat er organisaties zijn, zoals bijvoorbeeld de Navy, die heel sterk bijdragen aan die professionaliteit, hè, die daar natuurlijk ook een duidelijke rol in hebben. Wetenschappelijke verenigingen hebben daar een rol in. Maar wat ik echt moeilijk vind om te duiden van hoe je het wat is je dan die waardeert. Navy ook alweer, sorry. Dat is de brancheorganisatie voor de inkopers. Ja. Ik denk dat je in ieder geval op zich moet beschouwen. En dat betekent dus dat je zou eigenlijk niet een aanbesteding moeten starten, hè, als je je business case niet helder hebt. Misschien moet ik het even zo zeggen. Hè, ik vind dat je überhaupt geen geld moet uitgeven, dat doe je privé niet, dat doe je zakelijk niet. Als je niet weet wat je business case is en hoe je denkt dat je die zou kunnen realiseren. En dan kun je rustig zeggen van ben bereid om risico's aan te gaan, hè, want in iedere business case zitten risico's. Maar dan moet je wel nadenken hoe je die risico's, dat je mitigerende maatregelen neemt, om die risico's van tevoren te tackelen en ook in je contracten tot uitvoering te brengen. Eén aansluitende vraag nog. Ja, het ontbreken van die business case, is dat iets wat... Als u een vergelijking maakt tussen het bedrijfsleven en de overheid, komt het ontbreken van een business case vaker voor bij de overheid dan bij het bedrijfsleven? Kunt u daar een uitspraak over doen? De sanctie bij het bedrijfsleven is natuurlijk vrij logisch. Hè? Als jij niet zorgt dat je op je centjes let en dat je er goed naar kijkt, dan ga je failliet. Zo eenvoudig zit het. Hè? Dus die marktsanctie is vrij zwaar. Dus je ziet dat daar automatisch dat bedrijven daar heel goed over nadenken, over de uitgaven van hun geld. Je ziet bij de overheid dat daar gewoon verschillend over gedacht wordt. Hè? En ook in verschillende gradaties over gedacht wordt. En wat ik zei, van omdat er geen duiding wordt gegeven over wat nou een business case is en hoe je daarmee moet omgaan. En ook geen verplichtingen wordt opgegeven, ja, kun je dat natuurlijk vrijelijk interpreteren. Mag heel even tussen. U zegt het allemaal zo vriendelijk en zo rustig, maar het is vrij schokkend wat u hier zegt. U zegt, bij een bedrijf wordt er ingegrepen omdat anders het bedrijf failliet gaat. En bij de overheid, ja, kunnen we gewoon doorgaan, want het is toch maar belastinggeld. Nou ja, misschien moet ik het anders zeggen. De Rekenkamer heeft vanaf 92 is inderdaad allerlei onderzoeken gedaan over niet alleen de rechtmatigheid, over de doelmatigheid van de aanbestedingen. En ook als ik het de laatste rapporten van de Rekenkamer zie, staan er nog steeds, en het gaat dan alleen over het ministerie, staan er allerlei constateringen in. Ja, daar kun je van alles over vinden, maar dat zijn natuurlijk zware constateringen. En van mij. Ja, we hebben in het vorige gesprek al gehoord dat het zo om een bedrag van tegenwoordig 5 miljard gaat. Was vroeger 6 miljard, dus het gaat iets beter. U ziet ook lichtpuntjes. Hè. Er wordt toch wat meer aan marktconsultatie gedaan, et cetera. Maar op het gebied van die doelmatigheid maken we eigenlijk heel weinig progressie. Nou zijn er recent nieuwe Europese aanbestedingsregels gekomen die ook hun vertaling in Nederland moeten krijgen. Wat zitten daar nu voor kansen voor Nederland in? Want is het beeld niet dat Nederland zich een beetje heeft laten weerhouden op grond van schijnbaar juridische argumenten om aan die doelmatigheidsbeginselen te beginnen? Nou, dat laatste kan ik niet, daar weet ik niet of dat zo is. Ik zie alleen dat in de praktijk er is geen wetgeving in Nederland die gaat over die doelmatigheid specifiek gericht op die aanbestedingskaders. Dat is er gewoon niet. Dus dat is een feit. Ik zie in de praktijk dat heel veel aanbestedende diensten die met name de uitvoerende taken hebben, natuurlijk wel hele zware business cases hebben. Ik wil er wel een nuance op aanbrengen. En dat is ook logisch, want die uitvoerende organisaties die krijgen gewoon een duidelijke taakstellende
geld mee waar ze zaken moeten doen. Ze hebben taken die ze moeten uitvoeren. En daar zie je de ontwikkelingen wel veel verder. Als ik praat in de watersector als voorbeeld, daar gebeurt gewoon niks. Als er daar geen goede business case aan de grondslag ligt, die ook wordt afgetikt op het hoogste niveau. Dus datzelfde weet ik dat het ook bij grote organisaties gebeurt als Rijkswaterstaat. Maar dat is wat ik wil zeggen, dat is een ontwikkeling die je gewoon ziet. En waar het om gaat, is dat je daar kaders voor moet geven. Terug naar die kaders, naar de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, die recent zijn aangenomen door de Raad en het parlement. Die moeten zijn ingevoerd medio april 2016. Dus dat betekent dat we nog 2 jaar de tijd hebben, dat is geweldig, om die nieuwe richtlijn te incorporeren in onze nationale wetgeving. Wat dat betreft ben ik ook ontzettend blij met het onderzoek wat hij nu doet. Qua timing had het niet beter kunnen zijn. Hè? Want dat kan geweldig dienen als input voor de nieuwe richtlijnen. En die nieuwe aanbestedingsrichtlijnen die zijn met name op gebied van innovatie geven ze ontzettend veel mogelijkheden aan aanbestedende diensten om aan de slag te gaan. Er worden nieuwe procedures geïntroduceerd die je kan doen als aanbestedende dienst. Juist specifiek op gerichte van innovatie. En innovatie en ICT ligt eigenlijk in elkaars verlengde. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je dan zo kijkt naar de doelmatigheid die je daarin wil zien, ja, dan kun je daar in ieder geval aanknopingspunten voor krijgen om dat mee te nemen. Kunt u daar wat concreter in worden? Want waar liggen nu de kansen voor Nederland om in de eigen vertaling van die regelgeving ook echt een slag te maken om het bijvoorbeeld doelmatiger en innovatiever te maken? Nou ja, doelmatiger en innovatiever. Of op welk vlak dan ook beter? Ja, oké. Nou, in ieder geval, het gaat over ICT-projecten, hè, want dat is natuurlijk het onderzoek waar we het over hebben. En ICT en innovatie ligt dicht bij elkaar. Een van de grootste problemen die wij tegenkomen bij ICT is meer het faalrisico dat je vanwege het innovatietraject van ICT zelf. Hè? Dus we hadden net over onkunde, werd er geformuleerd van een overschatting van de eigen mogelijkheden. Dat kun je ook vertalen als in de zin van, nou ja, het innovatieve karakter is groter dan ik gedacht had. Hè? De Europese Commissie en Europa wil nadrukkelijk dat de aanbestedende diensten zich met innovatie gaan bezighouden. Hè? Dat is in de kader van Horizon 2020, is dat 2020. Is dat een nadrukkelijke doelstelling. En dat betekent wel als AMC in dienst dat er enorme uitdagingen naar ons komen om dat vorm te moeten gaan geven. Want de regels is één, die kun je wel naleven, maar je moet ook voor zorgen dat het wordt geëffectueerd binnen de doelstellingen. Ik kan me niet voorstellen dat we naar innovatietrajecten willen gaan binnen ICT, die de mogelijkheden die er zijn, die ontzettend duur worden in de uitvoering. Dat willen we natuurlijk niet. Of absoluut niet voldoen aan de verwachtingen. Dus je zult heel goed moeten nadenken als wetgever hoe je dat gaat vertalen en hoe je kaderstellend wil zijn voor aanbestedende diensten om daarmee om te gaan. Maar het geeft een enorme mogelijkheden voor de wetgever om daar iets mee te doen. Nu voorzien de huidige aanbestedingsregeling erin dat als je een heel complex project hebt, dat je dan, wat ze dan noemen, de concurrentiegerichte dialoog mag aangaan. En als ik het goed begrijp, is dat je van tevoren met partijen gaat overleggen. Kun jij dat, of kun jij mij helpen, of kun jij het beter, zo. Heeft u ervaring met dat? Bent u ooit betrokken geweest bij die concurrentiegerichte dialoog? In de uitvoering van het project, omdat er een geweldige concurrentiegerichte dialoogprocedure was gegaan. Die was volledig rechtmatig, alleen de uitvoering was niet goed. Dus wij zijn wel betrokken geweest bij de uitvoeringsproblemen, bij de ICT-projecten, als resultaat van een concurrentiegerichte dialoog. Maar kunt u dan eens omschrijven over hoe dat gaat? Want wij horen dan van partijen, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan zit je wel aan tafel te kletsen over projecten, maar je krijgt er geen cent voor en het kost heel veel tijd. Ik zelf ben van mening dat je zeer voorzichtig moet zijn met welke onderhandelingsprocedure of dialoogprocedure dan ook, op het moment dat je weet dat er sprake is van een grote kennisasymmetrie. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Op het moment dat de leveranciers op ICT-niveau altijd meer weten dan jij, is het heel lastig om met die partij in onderhandeling te gaan of een dialoog aan te gaan. Dat denk je wel dat je naar een goed resultaat gaat, maar het is een beetje David en Goliath verhaal, dus wat je aan het onderhandelen bent, dat is echt gevaarlijk. Wij zullen dat nooit
als zodanig adviseren. Maar daar is die dialoog toch voor bedoeld? Nou ja, dat wat is... ik lees, dat is dat als je als opdrachtgever heel complex weet en het eigenlijk zelf niet weet, dat je dan met de verschillende concurrenten mag gaan praten over... En dat je dan uit die dialoog tussen die vier partijen tot de conclusie komt, nou, die kan het waarschijnlijk het beste. Ja, ik kom met name vanuit de infrastructurele hoek. Vanuit de ICT-hoek, laat ik het even zo gaan formuleren, is de vraag van de complexiteit of je dan überhaupt dit soort projecten moet aangaan. Als je al de trajecten zodanig complex hebt geanalyseerd, hè, dat betekent dus dat ze al complex zijn, want dat heb je zelf geconstateerd. Dat betekent dus al dat je van tevoren een heel groot faalrisico hebt. En het is maar de vraag of je dat op deze manier moet gaan aanvliegen. Of het dan niet verstandiger is om die complexiteit terug te brengen in deeltrajecten. En dat kan natuurlijk ook allemaal. En om het te simplificeren, zodat je het wel kunt beheersen. Dus u vindt het verstandig dat we het eigenlijk helemaal niet zoveel zien? Ik vind dat zeker verstandig en ik vind het helemaal verstandig. Gegeven het feit dat we... dat de idee dat je... Als ik het niet goed weet... Ja, dan ga ik niet naar de markt toe om te zijn van... om tot een deal te komen met iets. Ik vind dat een beetje bijzonder. Nou ja, heel veel mensen wel. Als die zeggen, mijn auto doet het niet mee. En dan weten die niet hoe het komt. En dan laat ze de ANWB komen en die weet het dan wel. En dan geef je je helemaal over. Dus daar... Ja. Dan win je informatie in van tevoren. Hè? Dus ga je informatie inwinnen. Dus een marktconstatatie van waar zit die complexiteit in, et cetera. Misschien mag ik een praktijkvoorbeeld noemen. Ik denk dat misschien makkelijker is. De waterschappen in Limburg die werden geconfronteerd met het feit dat zij naar een aanzienlijke kostenbesparing moesten gaan op hun infrastructuur voor de aansturing van hun installaties. Daarvoor wilden ze in 2006, 2007 wilden ze naar virtualisatie van procesautomatisering gaan. Stop, dat begrijp ik niet. Ja, virtualisatie van procesautomatisering is dat je op een nieuwe manier gaat kijken van naar de aansturing van die installaties. Dat je dus minder hardware nodig hebt, maar dat je bespaart op dat soort installaties. En dat heet dan virtualisatie. Die virtualisatie van procesautomatisering was in 2006, 2007 nog nooit eerder gedaan. Wel op gebied van kantoorautomatisering. Daar heeft het Rijk ook ervaringen mee gehad in die tijd, 2005, 2007. Maar als zodanig was die technologie nog nooit toegepast in, voor deze sector, voor deze toepassing. Wat hebben de waterschappen toen gedaan? Die hebben gezegd van, weten we wel waar we het over eigenlijk hebben. Laten we gewoon een methode pakken. Van eerst goed nadenken wat er is, laten we de problemen goed ondervangen. Het is nu te complex, hè? Want ik zie het niet goed, ik begrijp gewoon niet goed wat de problemen zijn. En laten we van tevoren een dialoog met de markt hebben om dat op te pakken. Dat is ook gedaan. Toen hebben we geconstateerd dat er sprake was van een specifiek risico, faalrisico op het gebied van innovatie. Hè? Namelijk die technologie was nog nooit eerder toegepast. En toen hebben we gezegd van ja, wat betekent dat nou? Technologie die nooit is toegepast, dat betekent twee dingen. Eén, je hebt een probleem met de uitvoering vanuit de leverancier. Kan die leverancier dat wel? Maar misschien nog belangrijker is, wat betekent dat nou voor onze organisatie? Weten we nou überhaupt wel wat die toepassing van dit soort nieuwe technologie voor onze organisatie betekent? Toen is er een pilotaanbesteding gestart. Gewoon een hele kleine aanbesteding om te piloteren, zal ik even Belgisch zeggen. Of deze technologie wel überhaupt kan en waar de risico's zijn. Daar is een analyse op gemaakt. Dat is weer vervolgens teruggegeven aan de markt. En toen pas, toen het helemaal geanalyseerd was, dus niet alleen ten aanzien van de consequenties van de mogelijkheden van de markt, maar misschien nog belangrijker, de mogelijkheden of de consequenties voor de eigen organisatie, toen is dat pas vertaald naar een aanbestedingstraject. En die is inmiddels ook gewoon uitgevoerd. Over falende ICT-technologie voor een klein stukje van een groot project in Limburg komen wij bij andere verhoren nog te spreken als het over de A73 gaat. Ja. Mevrouw Bruinslot. Voorzitter, meneer Korvers, dank voor het voorbeeld. Het maakt het meer helder. Maar zo net gaf u ook aan dat als er een groot kennisverschil zit tussen degene die aanbesteedt en degene die de opdracht wil uitvoeren, dat dit gevaarlijk is. Ja. Kunt u iets meer toelichten wat u verstaat onder het gevaar? Je denkt een goede overeenkomst te sluiten uiteindelijk. Maar in de uitvoering blijkt dat je wordt geconfronteerd met omissies die je nog nooit hebt nagedacht. En die je in de uitvoering voor je kiezen krijgt. En die worden direct als meerwerk vertaald. Of dat jij
Ik denk dat dat met name een belangrijk, ik zie dat als een belangrijk risico, hè? Meerwerkdiscussies tijdens de uitvoering van projecten. En als we dan kijken naar de gevaarzetting, om het zo maar te zeggen. Ja. Wie veroorzaakt dan dat gevaar? Is dat het gevaar van de onkunde van degene die de aanbesteding doet? Of is het uiteindelijk het gevaar van degene die de opdracht aanneemt, omdat die eigenlijk aanstuurt op meer werk, zoals u zo net ook toelicht? Het zijn twee kanten natuurlijk, hè? Dus wat ik net al zei, wij zullen nooit adviseren om zo'n traject in te gaan, hè? Maar goed, als je dat wel doet, als aanbesteden dienst, je gaat wel zo'n traject in en je begeeft je in die situatie en krijgt een uitkomst. Ja, dan begeef je daar willens en wetens natuurlijk in. Dan kun je natuurlijk proberen dat risico kun je vertalen dat je bijvoorbeeld bepalingen in je contract opneemt of wat dan ook. Dat die leverancier als zorgvuldig moet zijn, dat hij je moet waarschuwen, allerlei risico's of wat dan ook. Tuurlijk, allemaal prima. Dat is ook standaard practice inmiddels. Maar dan nog word je gewoon geconfronteerd met de praktijk. Ik heb een contract gesloten, hè, naar een bepaalde procedure. Die zit in de uitvoering. Ja, en dan zul je niet zo gauw zo'n contract gaan afbreken. Oké. Meneer Van Meenen. Ja, u beschreef net een mooi voorbeeld van die waterschappen. Een degelijk bestuur, zou je kunnen zeggen. Ja. Het proces wat u beschreef deed mij enigszins denken aan in het Engels best value procurement heet en wat we in het Nederlands maar het best prestatieinkoop noemen. Is dat zo? Kunt u toelichten wat dat is, zo'n proces, en hoe kijkt u daarnaar? Best value procurement, dat is oorspronkelijk een methode die in de jaren 90 is ontwikkeld in Amerika door professor Kashiwagi. En dat is een methode die gebaseerd is op de Amerikaanse praktijk en binnen de Amerikaanse context tot positieve resultaten heeft geleid en nog steeds leidt. Amerikaanse... En u bent akkoord met dat we het gewoon vanaf nu prestatieinkoop noemen? Weer iets anders, prestatieinkoop in best value. Nou, als werktitel. Als werktitel. Gaat u verder. Werktitel. Die Amerikaanse praktijk is wel anders. Die Amerikaanse praktijk kent bijvoorbeeld de verplichting dat de uitvoeringen van projecten worden gewaardeerd op een bepaalde manier. En de waardering van die projecten worden in een enorme database gezet waar aanbestedende diensten gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat je al een kwaliteit weet, want het gaat over de uitvoering van projecten. Hè? Dus als jij gaat contracteren of een inkoop of een aanbestedingstraject ingaat als Amerikaanse overheid, dan weet je al dat bepaalde partijen een goede performance hebben, een goede resultaat hebben geboekt bij de uitvoering van projecten of niet. Dat wordt ook meegenomen. Dat soort methodieken kennen wij niet in Nederland, kennen we niet in Europa. Maar weten we het ook niet? Weten we niet wie die partijen zijn of hebben we alleen die methodiek niet? Als we iets weten, is het altijd heel sterk lokaal bepaald. Hè? Want ik heb geen idee wat de goede ervaringen zijn in Duitsland of in Frankrijk met bepaalde ICT-leveranciers. We hebben het nu over Nederland. Nee, maar goed, dus als Nederland, dus op het moment de Europese aanbesteding is natuurlijk dat de interne markt wordt geopend. Hè? Dus als hele goede leveranciers aanbieden vanuit het buitenland, heb ik geen idee hoe de performance is van die leverancier. Want die hebben we misschien nog nooit gezien. Ook die voorbeeld hebben we trouwens in de Nederlandse praktijk. Maar goed, even terug, wat je ziet in Nederland is de vraag van, hebben we wel ervaringen over goede leveranciers? Nou ja, er is natuurlijk structureel overleg tussen het Rijk en de ICT-brancheorganisatie. En de ICT-brancheorganisatie staat natuurlijk voor een goede kwaliteit van de leveranciers. Dus ik ga ervan uit dat het Rijk dat vindt. Ik ga ervan uit dat de brancheorganisatie dat ook vindt, dat ze hele goede leveranciers hebben. En dat ze met elkaar wel weten wie goed is of niet goed is. Dat zal er ongetwijfeld zijn. Als u vraagt of er iets van een zwarte lijst is van slechte leveranciers, misschien bedoelt u dat. Is iets van een zwarte lijst, die ken ik niet. Dat begrijp ik. En als u hem wel zou kennen, zou u hem hier waarschijnlijk ook niet noemen. Maar goed, dat even terzijde. Het ging erom, u was aan de situatie in Amerika aan het beschrijven, hè, waar dus die databases zijn. En dat was allemaal in het kader van die prestatieinkoop. En nou is de vraag dus, is dat voor Nederland nou een middel? Of ontbreekt ons zo'n systeem om dat goed te kunnen doen? Ik denk wel dat
het middel goed kan werken. Ik ben met name gecharmeerd van, als ik, maar nogmaals, pas binnen de Amerikaanse context. Dus Amerikaanse wetgeving maakt het verplicht om dat te doen. En waar ik met name gecharmeerd van ben, is niet dat het een soort blacklist is, een zwarte lijst is, maar een soort, ik noem maar even groene lijst. Hè? Want als je heel goed gepresteerd hebt, dan krijg je een hele hoge waardering. En dat wordt dan ook meegenomen in de kader van de waarderingstrajecten bij de volgende aanbestedingen. Dus ik vind dat een zeer, zeer interessant idee om daar goed naar te kijken. En kijken of we dat misschien zouden kunnen meenemen bij de herziening van de huidige richtlijnen, moet ik zeggen. Want nu ja. Zou het niet kunnen. Nee, want we hebben nu wat je mogelijkheden hebt zijn op het gebied van de... als er sprake is van een ernstige beroepsfout, zou je iemand kunnen uitsluiten. En we moeten even kijken of want ik weet dat er in de nieuwe richtlijn die stelt nieuwe voorbeelden om met goede leveranciers om te gaan. Maar we moeten even kijken hoe we dat kunnen gaan toepassen. Een van de zaken die wel speelt op dit ogenblik is dat vanwege de huidige aanbestedingswetgeving het een beetje moeilijk is om heel ver terug te kijken naar referenties die je hebt gedaan in het verleden. Want de huidige wetgeving, de aanbestedingswetgeving, stelt dat je om te bepalen of je goede leverancier bent, hè, mag je één referentie per kerncompetentie aanleveren. Terwijl je in de systematiek van de databases veel verder terug gaat. Maar als je het systeem zou volgen, dan leidt dat toch vanzelf tot monopolievorming aan leverancierskant? Ja. Ja, dat is correct. En daar hebben de Amerikanen ongetwijfeld over nagedacht. En daar moeten we dan onderzoek naar doen, hoe ze dat hebben opgepakt. Maar hoe voorkomen zij dat dan weer? Nou, blijkbaar hebben zij methodes om dat te voorkomen. Want die kent u niet? Nee, die ken ik niet. Ik heb geen onderzoek naar gedaan. Maar hier loopt misschien toch het onderscheid tussen prestatieinkoop en best value procurement door elkaar. Ik weet niet of daar een Nederlands... Want het is dus echt iets anders. Want best value procurement wordt in Nederland gewoon toegepast. Hè? Dus je bent op zoek naar de beste waarde. Ja. Kunt u dat dan toch nog even scherp maken? Want prestatieinkoop, als ik u dan goed begrijp, richt zich echt met name op de prestaties uit het verleden en daar je aanbesteding op. Ja, de terminologie, de definities worden door elkaar gebruikt. Maar als ik gewoon even de best value procurement zie zoals die tegenwoordig wordt toegepast op dit ogenblik door bijvoorbeeld organisaties Rijkswaterstaat, die zijn er heel sterk voorstander van. Dan zie je dat er elementen uit zijn gepikt uit het zeg maar model zoals in Amerika wordt gebruikt, specifiek op het gebied van een risicoplannen en toegevoegde waardeplannen en op het gebied van interviews met sleutelpersoneel. En dat vertalen ze op een bepaalde manier in het kader van de gunningscriteria. Wat ik denk wel dat het belangrijk is om aan te geven dat de methodiek zoals die in Amerika wordt toegepast, toch veel uitgebreider, veel anders is dan die binnen de kaders in Europa en in Nederland kan worden toegepast. En bijvoorbeeld dat aspect van die referentietrajecten, dat kan niet op dezelfde manier worden toegepast als dat in Amerika wordt gedaan. Dat kan gewoon niet. En waarom? Is dat vooral cultureel bepaald of zo? Dat nee, te nee, voorzichtig wij, hebben, zijn? Wij willen niet. Wij hebben op grond van de nieuwe aanbestedingswet 2012 hebben wij nadrukkelijk gesteld dat je maar één referentie per kerncompetentie mag vragen. Een database-aanpak gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè. Dat zou je misschien wel kunnen koppelen, maar dat weet ik niet. Maar er worden in Nederland ook, bijvoorbeeld door meneer Mulder, die hier voor zat op uw plek, daar worden ook heel veel gegevens door verzameld. Hè, ook vanuit een Amerikaanse aanpak. Kunnen we dat nu niet gaan gebruiken, zoiets? Of op welke manier kunnen we dat wel gebruiken om toch een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de markt? Ik denk dat het sowieso goed is om wanneer gaan om ICT-dossiers internationaal onderzoek te doen. Hè? Juist vanwege de internationale dimensie die inherent is aan ICT-dossiers. Dus je ziet enorm internationale ontwikkelingen, marktontwikkelingen, niet alleen met partijen uit Amerika, maar tegenwoordig ook steeds meer uit het Verre Oosten die met innovatie nieuwe technologieën komen. Ik denk dat het gewoon heel goed is om de kwaliteit, dat je gaat onderzoeken, breder gaat onderzoeken, wat voor methodes in andere landen worden gebruikt. We hebben nu over Amerika. Maar goed, misschien hebben ze in landen als China en het Verre Oosten ook wel briljante methodieken waar we nog nooit over hebben nagedacht. Ik ken ze niet, maar in essentie loopt iedereen namelijk tegen dezelfde problemen aan. He, dus de ICT-dossiers, het is niet zo dat het per definitie is dat land A er geen probleem mee heeft en land B heel veel problemen heeft.
Daar geloof ik niks van. Dat is ook niet de praktijk die ik herken. Nee, maar goed, dat moet ons niet weerhouden om het te proberen in Nederland toch het beste te doen van allemaal. Ook al houden we misschien altijd problemen over, daar zijn wij naar op zoek. Ja. En mijn vraag aan u, en dat is eigenlijk de laatste vraag, is als u het nou voor het zeggen had, hoe het aanbestedingsbeleid in Nederland zou moeten zijn om zoveel mogelijk problemen te voorkomen en de beste waarde te krijgen voor het geld dat we hebben. Hoe zou dat er dan idealiter in uw ogen uit moeten zien? Nou ja, binnen de zeker wanneer gaan de ICT-projecten. Binnen de ICT-projecten, hè, want daar praten we over. Ik vind in ieder geval dat wat ik net al zei, waar we mee begonnen met het verhaal, dat we duidelijke kaders en richtlijnen en guidance moeten geven en aanwijzingen moeten geven aan aanbestedingsdiensten hoe ze met business cases om moeten gaan. Omdat je daarmee kaders stelt. Ik vind dat er goed moet... Wat voor kaders? Hoe je, in welke omstandigheden zou je wat voor een soort business case moeten gebruiken? Hoe moet je dat doen? Hoe moet je berekeningen maken? Dat je gewoon instrumenten geeft aan aanbestedingsdiensten die ze ook kunnen gebruiken en eigenlijk ook zouden moeten gebruiken. Kunnen of moeten gebruiken? Bij voorkeur moeten gebruiken. He, omdat ik dan zeker weet dat je dan zeker weet dat de zaken ook structureel worden nageleefd. Dan moet je wel voor oppassen dat je niet helemaal dicht spijkert, zodat je geen flexibiliteit geeft. Je moet er wel slim mee omgaan bij het formuleren daarvan. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik denk dat het heel goed zou zijn om het innovatievermogen wat nu wordt aangegeven vanuit de nieuwe richtlijnen vanuit het bedrijfsleven om dat te stimuleren, maar dat we van tevoren goed nadenken de komende de 2 jaar die we hebben, hoe we de risico's daarvan beter kunnen gaan tackelen. Dat zou misschien met een best value aanpak kunnen, of afgeleide daarvan. Dat is nog maar de vraag. Ik denk dat de oplossing ook wel wordt gezocht als je praat over ICT-ontwikkeling, dat er bijvoorbeeld dossiers zijn waar faalrisico's van tevoren worden getackeld en in de uitvoering wat minder voorkomen. Ik neem een voorbeeld wat de Europese Commissie heeft nu beleid over pre-commercieel aanbesteden. Het heet pre-commercial procurement. Dat is een methode die in december 2007 formeel is gecommuniceerd door de Europese Commissie en die eigenlijk een methode biedt, dus ook weer gebaseerd op Amerikaanse leest, dat een nieuwe innovatieve ontwikkeling gebeuren van, zoals we dat noemen, beyond state of the art. Waarom? Omdat we van mening zijn dat er zo snel mogelijk nieuwe technologieën moeten komen ten behoeve van de behoeften van de overheden en in het kader van de behoeften van het bedrijfsleven, want die hebben er ook belang mee. De methodiek die daarin is ontwikkeld, die is nu wordt vrij hard toegepast door de Europese Commissie binnen verschillende grote programma's die zij toepassen, waar Nederland, en ik denk dat we ook heel trots op mogen zijn, Nederlandse aanbestedingsdiensten een hele grote rol in hebben om daaraan mee te piloteren. En waar het daarom gaat, is dat de markt ook in de gelegenheid wordt gesteld om technologische ontwikkelingen op te pakken, die risicovol zijn binnen een bepaald kader. En als dat is afgerond, dus je weet dat technologie, de faalrisico's van technologie, dat die verminderd zijn of weg zijn genomen, dat je dan pas naar een aanbesteding gaat. Nu moeten wij aanbevelingen schrijven voor de ICT-branche, voor de overheid. Ja. Als u het nou aan mijn tante Annie zou moeten uitleggen, hoe zou u dan de belangrijkste aanbeveling verwoorden? Zodat tante Annie het ook begrijpt. Mijn tante Annie. Hij had dat aan u nog vaak op voren, vrees. Ja, misschien in de zin van, wij zorgen ervoor dat de overheid geld gaat uitgeven zoals jij als tante Annie geld moet uitgeven. Dat je zuinig op je centjes moet zijn en dat je goed over moet nadenken. Maar nu heeft tante Annie gezien dat het de afgelopen periode allemaal niet is gegaan. Hoe kunt u tante Annie dan de zekerheid geven? Wat moeten we doen dat tante Annie de zekerheid geeft dat het geen 5 miljard wordt, maar 0 of een half? In ieder geval vanuit de wetgeving op de optiek de kaders geven, zodat dat risico wordt geminimaliseerd. Dat is de eerste verantwoordelijkheid die we hebben. Een tweede verantwoordelijkheid is dat we ook zorgen dat in de uitvoering, dat de auditing en dat er ook de aanbevelingen die worden gedaan, bijvoorbeeld vanuit de rekenkamers, ook zwaar worden en echt worden opgevolgd. Nou, kent tante Annie vast de range rules niet, maar is dat een beetje waar u aan zit te denken bij die kaders? U probeert daar toch een beetje een beeld van te krijgen wat het is. Nou, we weten niet alle kijkers thuis wat het is, dat gaan we nog wel uitleggen. Doe het maar meteen maar, even. Nou, ik ga ze hier niet allemaal... Maar nee, dat is een set van regels die de overheid in Amerika hanteert. En in het Verenigd Koninkrijk zijn weer andere regels. Dus zo'n set van regels waaraan iedereen zich heeft te houden. Ja. En waar je uiteindelijk ook eigenlijk afgerekend wordt in, dat, in die database of...
op het resultaat. Ja, al niet. Ik denk dat het heel, heel nuttig is om over dat soort zaken te denken en dat het proberen om dat te implementeren. Nogmaals, ik denk dat een van de basiszaken is, kijk nou naar de ontwikkeling, de positieve ontwikkeling die door andere landen zijn gedaan. Want andere landen hebben natuurlijk gewoon heel veel, we leven niet op een eiland, dus gewoon juist de internationale markt zijn er veel ontwikkelingen, probeer ervan te leren. De praktijk van de AMC in de diensten in Nederland, en ik denk dat we daar toch ook wel trots op mogen zijn, is dat ze ook proberen om die ontwikkelingen op te pakken, te zien en zelf al op een bepaalde manier te verwoorden naar vraagmethodiek. Ik denk dat is in ieder geval wel een positieve ontwikkeling. Maar dat laat onverlet de kaders die we vanuit de wetgeving moeten geven. Ik kijk eens even rond. Volgens mij heeft de commissie op dit moment geen vragen meer. U heeft ons door de krochten van de aanbestedingswereld geleid. Wij gaan daar ons voordeel mee doen. Ik dank u zeer. Ik sluit het gesprek. En het schorste vergadering wordt heropend om 14:30. Dank u.